De politie heeft donderdagochtend met een drone gevlogen boven het gebied tussen de Ooijse Schependom en de Oude Waal. Samen met Staatsbosbeheer bekeken zij of er dieren of mensen in de problemen waren door het hoge water. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van een infraroodcamera. De controle werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Nijmegen. Er werd één kamperende dakloze aangetroffen. Hij is opgehaald en naar een veilige plek gebracht.